het een vliegtuig? Ja. Ja, het is een vliegtuig, want Ace Combat 7 Skies Unknown is gelanceerd. Het duurde even met de review, dan komt dat we heel veel gevlogen hebben vooral. Ja. Maar dan in het echt. Ja. Check even die content ook. Ik mocht voor deze game in een echt vliegtuig vliegen. Voelt als een F-16. Wat voelt als een F-16. Die link van dat video-item staat in de beschrijving. Check dat, want het was echt super vet. Ja. En jij hebt het echt zo mooi geëdit, wil ik nog even zeggen. Oh jee, ja. Het was een leuke edit om te doen, want jij was alleen maar aan het gillen. Dus dat was heel fijn om mee te kunnen werken. Ik was aan het gillen als een klein meisje. G-Force. Ace Combat. Ace Combat is terug van weg geweest. Heel lang geduurd wat het kwam. Ja. En wat zo leuk is aan deze game is dat hij niks serieus neemt. De Ace Combat 7... Weet je, Bandai Namco weet wat ze doen met Ace Combat. Ze weten dat het een beetje een soort van Japans over de top is en dat heel veel westerlingen dat ook interessant vinden omdat het zichzelf dan zo serieus neemt. Dus het zit inderdaad, als je gaat kijken naar het verhaal en hoe ze het brengen, het is heel erg self-aware. Tenminste, zo voelt het. Ik heb het begin inderdaad ook gespeeld en dan merk je inderdaad, er is een conflict tussen twee landen op een Aziatisch soort van continent. Ja. Ze willen een skybridge bouwen. Maar de buren moeten ervoor betalen. Het is een space elevator die ze zeg maar bouwen aan de kant van Mexico. En dan laten ze Mexico ervoor betalen. Ja, exact. En de president verdwijnt en wat is er aan de hand? Hoe heet jij ook alweer? Je bent Trigger. Trigger, je bent Trigger. Een veroordeelde crimineel. En die is zo veroordeeld dat hij in een suicide squad terechtkomt. Maar dan is het een soort van suicide squad waar wij zeggen... Jullie gaan nu voor ons vechten en hier heb je een vliegtuig. Ja. En dat... nemen ze super serieus vanaf moment 1 en dat is sowieso al hilarisch. En ondertussen is er een heel conflict in de Strange Reel tussen OCA en UCA op het continent van Erusia. En er zijn allerlei dingen gaande. Oh en de Republiek vervalt weer terug naar een koninkrijk. En het is... Het slaat kut op Dirk, maar daardoor is het ook wel weer heel grappig. Daardoor is het heel vermakelijk en ook vooral dat ze... Weet je, het is niet fout self-aware. Het is niet dat ze zoiets hebben van haha, nee, ze nemen zichzelf gewoon heel serieus en je vreet dat op. Of in ieder geval, ik vreet het erop, ik vond het heel vermakelijk. Want ondertussen is dat allemaal, al die uitbundige shit, is gewoon een dom excuus om jouw dope straaljagermissies te geven. Fantastisch. Naar de game, ja, dan gaan we inderdaad naar de game. Ja, okay. Het vliegen is heel fijn. Het is heel makkelijk vooral. Het vliegt heel fijn. Je hebt zelfs twee verschillende modi om te zeggen hoe je het wil doen. Je kunt hem zelfs op de basic manier doen als je zoiets hebt van ik vind het moeilijk om echt, weet je, bergrolls te doen. En dat doe ik liever niet aan. Ik wil gewoon, als ik naar links stuur, dat het vliegtuig naar links gaat. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van ik ga voor de expert manier van besturen. En dat is meer zoals je het gewend bent. Een beetje een soort van, zoals je het gewoon ook hebt in een GTA 5, maar dan beter. En dan preciezer, sterker, zeg maar. Ja, en je gaat met je andere squad, ga je allemaal vliegtuigen naar beneden schieten en vooral, wat ik het leukste, ik vind oprecht de ground targets het leukste in de hele game. Ja, dus sowieso je hebt ground targets, je hebt naval targets zelfs, je hebt in de lucht heb je allerlei dingen natuurlijk, je vecht een heleboel tegen drones, die vliegen natuurlijk ook weer heel anders dan de normale vliegtuigen en dergelijke, de normale jets. En je hebt heel veel keuze erin in hoe je het speelt natuurlijk, dat is vooral het mooie. Ja, keuze in vliegtuigen en keuze in wapens. Ja, er is een hele soort van aircraft tree die ze dan opgezet hebben en dat is basically koop je met de currency die je verdient om missies te spelen en online te spelen, koop je verschillende vliegtuigen en die hebben allemaal een beetje hun eigen soort van set aan wapens die je kan gebruiken. En dat is natuurlijk heel leuk als je echt into vliegtuigen bent. Dat publiek trekt deze game natuurlijk ook aan. Er zijn heel veel realistische vliegtuigen. Er zijn een aantal die de game zelf bedacht heeft. Er wordt heel veel gespeeld met, de F-16 heeft bijvoorbeeld wel iets voor jet-to-jet, maar niet iets om dingen specifiek naval aan te vallen. En zo heb je dan met elke aircraft kun je zelf een beetje kijken van, dit is meer mijn jam. Of voor deze missie gaan we dan dat aanvallen. Dan zet ik die aircraft erop met deze wapens erbij. Dat is heel leuk gedaan. En ik vond het bedienen van de wapens heel tof. Want ik vind het dus ook leuk om met mijn machinegeweer aan de slag te gaan. Ja, heb jij die vaak gebruikt? Ik vind dat dus heel grappig, want die machinegeweer is natuurlijk heel erg gewoon richt wat je richt. Ja, en proberen een beetje voor je vijand te werken. En dan heb je verschillende soorten raketten. De raketten die, zeg maar, die raketten waarmee je 4 vliegtuigen tegelijk kapot maken. Want dat zijn van die raketten die ook eerst, zeg maar, een soort van self-aware gaan vliegen. Die laat je eerst vallen en dan... Dat is zo vet en dan zie je die wolkjes erachteraan zo. Wat deze gasten heel goed doen bij Bandai is gewoon echt het gevoel voor het vliegtuig, dat is wel super pleasing. Weet je, ook hoe de lock-on plaatsvindt en hoe je soms in een dogfight bezig bent met je G-turn en dan ben je net achter een andere jet en dan krijg je die lock-on en dan bam 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 klap je van die missiles erachteraan. Ja, en dan een van die rookwolkjes ook over je vliegtuig op sommige momenten. Als je door de wolken gaat zie je dat je ruit een beetje bevriest. Weet je, dat soort details. Dat zijn allerlei nieuwe dingen die ze ook hebben toegevoegd. Dus inderdaad ook de bewolking.
bewolking. Er zijn nu echt hele dikke fog clouds. En die doen dus niet alleen iets met je visual, maar die fucken ook een klein beetje met je radar en met je lock-on systemen. Die kun je dus ook gebruiken voor cover. Er zijn een aantal missies waarbij dat ook zelfs een ding is, dat je tussen radars door moet vliegen. Maar dan kun je ook af en toe een stukje van de wolken mee pakken, want op spotten de radars je ook niet en zo. Dus ze spelen heel leuk met de toolset die ze je geven. Dus dat zijn dan die clouds, die verschillende vliegtuigen, allerlei verschillende wapens. High G-turns zijn gewoon leuk om te doen. En je kunt Stalling! Warning. Heel jammer dat je die stemmen niet aan kan passen. Ik had heel graag gezien dat ze dat Titanfall-achtig, dat je dan verschillende stemmen in kon programmeren. Peter Dinklage? Ja, goed. Geef me een lekker Peter Dinklage of een Aziatisch meisje wat me aanspreekt of zo. Vind ik ook helemaal prima. Maar nee, wat ze hebben, ze spelen er heel goed mee. Ze hebben een heel mooi pakket gebouwd. Komt in de multiplayer ook wel aan pas, al zou ik zeggen dat de multiplayer wel vrij dun gelaagd is. Je hebt twee verschillende modi, eigenlijk een free-for-all en eigenlijk een team deathmatch. That's it. Was wel leuk geweest als ze daar misschien iets groter mee gingen denken. Ook vooral omdat de vorige Ace Combat game was een soort van meer MMO-achtig opgezette game. Het is jammer dat ze dit een beetje streamlined, slim down hebben. Maar ik snap het ergens ook wel weer. Want wat ze allemaal doen, dat doen ze gewoon ontzettend goed met Ace Combat 7. Wat vinden mensen? Ik weet dat kijkers het altijd heel erg belangrijk vinden. Ik vind dat niet zo heel relevant, maar ik weet zeker dat de vraag komt. Dus daarom stel ik hem. De grond, hoe dat eruit ziet. Want dat is met vlieggames altijd een beetje het eerste waar je naartoe gaat. Kijken naar hoe de grond is. Hoe hoog de textures zijn van zeg maar, bij een oude Flight Simulator games zijn dat natuurlijk van die rare texture emulsies. Nou, het ziet er hier wel echt heel fraai uit. Je hebt echt bomen, je hebt rivieren, dallen. Er is één level wat je tussen de bergen inspeelt. Ja. Oh, missie 6. Echt, ga hem opstarten, want dat is ook echt met de clouds erbij. En dan moet je AA-guns neerhalen die dan precies tussen een ravijntje zitten. Moet je ook weer, dan ga je gameplay technisch ook denken van hoe draai ik er dan goed omheen? Hoe maak ik een goede run als ik laag moet zitten, maar ik heb ook de wolken en er wordt in de lucht gejaagd. Ik vind de grond heel mooi, ik vind de game sowieso heel mooi. Ik heb ook het idee dat dat te maken heeft met keuzes die Bandai heeft gemaakt door niet alles maar te willen met die game. Nee. Weet je, vroeger die Ace Combat games, alle vlieggames, die gingen als ground map hele steden bouwen. Ja, daar win je de oorlog niet mee met zo'n game. En bij Ace Combat kiezen ze heel vaak voor, we doen het gewoon boven de zee met een paar eilandjes, zodat die paar eilandjes die er zijn een super mooi uitzien. Ja. Of we doen het tussen met canyons. Of met een space elevator of waar je tussendoor kan vliegen. Precies, en dat is heel slim, want als je, er zitten wel stedelijke omgevingen in, maar die zijn dan ook wel wat minder mooi. Maar als je dat je hele game daarmee opbouwt, dan ben je al gedoemd te falen. En ik vind juist dat die keuze van locatie heel slim geweest. Ja, nee, sowieso. En wat het is, het ziet er mooi uit en als je het draait op een goede PC, de PC-versie kwam ook sowieso iets later uit dan de console-versie, maar de PC's draaien het ook prima. Maar een game is goed geoptimaliseerd en hij ziet er ook nog eens goed uit in VR. Die nu exclusief is voor PlayStation 4, maar die komt misschien ook nog wel naar PC. Mag ik daar wat over zeggen? Ja, natuurlijk mag je daar iets over zeggen, Peter. Ik zou namelijk, jullie hebben, check ook de link in de beschrijving, een gameplay video van Ace Combat 7 die ik heb opgenomen thuis. Dat is de gameplay van PlayStation 4. De bedoeling was namelijk, dat weet jij nog niet, dat Peter Bouwman de VR-experience zou gaan doen en zou gaan kijken hoe het echte vliegen wat ik heb gedaan is in vergelijking met de VR. Ik kan het niet. Je kan het niet. Ik word kots en kotsmisselijk al na 4 minuten. Oh, wat mooi. Echt, en ik kon die video dus niet maken. Dus ik kan Ace Combat 7 niet spelen in VR. En ik moet zeggen, Jelmer ook niet. We hebben het allebei geprobeerd en het is gewoon... Ik werd er echt ziek van, maar ik heb het idee, jij hebt het gespeeld met een poke in een fucking lekkere seat. Ik speelde met mijn controle op de bank. Ik heb geen idee of dat ermee te maken heeft. Maar ja, ik kon daarna ook echt een kwartier lang moest ik zitten. Ja, ik moest ook toen ik het speelde tijdens de persstrip en ik daarna met de auto naar huis moest rijden, toen had ik ook een vrij aparte autorit. Okay. Toen begon het bij mij ook een beetje te hitten dat mijn brein zat van, wacht, dit klopt niet. inderdaad, met de flightstick voelt het voor mij heel natuurlijk. Ja. Maar dat is heel gek, want ik heb nooit in een vliegtuig gevlogen. In tegenstelling tot... Nou ja, ik dus wel. Toevallig wel. Oh, weird flex, but okay. Maar ik ben zo gewend aan echte G-kracht. Dat als ze worden nagemaakt, dan trekt mijn lichaam het niet. Nee, ja, precies. Nee, maar dat is wel een ding. Dat jij het niet kan spelen, dat ja, maar let daar dus op. Check het bij vrienden of whatever als je die VR-experience wil spelen. Want het is een beetje als Drive Club VR. Ik kan Drive Club wel spelen. Ik weet dat andere mensen daar kotsmisselijk van worden. Het is heel erg per persoon verschillend. Ja, voor mij werkte het prima. Ik heb er niks geks van gemerkt. De missies zijn ook, je hebt wat langere missies, je hebt wat kortere missies. Het zijn er maar 3 trouwens. Maar sowieso een korte missie is prima. En die wat langere missies, daar merk ik het ook niet echt bij. Maar het speelt gewoon ontiegelijk vet. Als je het kan handelen, in tegenstelling tot Peter. Ja, het was heel vet inderdaad. De momenten dat ik erin zat, was heel vet. Ik zat inderdaad in een vliegtuig. En naast me vlogen ook vliegtuigen. Ja. En ik heb ook vliegtuigen kapot geschoten. Ja, en dan dat je dan met VR door een explosie van een vliegtuig heen knalt. Dat is...
hilarisch vet. Ja. Maar ja, als je het kan handelen, echt gaat proberen. Hij is dus wel exclusief voor PlayStation 4. Hij komt misschien later ook nog wel naar de HTC Vive en Oculus Rift en dergelijke. Als je dat doet, ja, pak hem inderdaad wel met een sticky. Want heel gek, bij Ace Combat zou je eigenlijk zeggen van ga niet met een joystick spelen. Dat is een beetje alsof je niet speed met een stuurwiel wil spelen. Maar in VR maakt dat echt sens. Dan heb je zoiets van, ja, het is natuurlijk super logisch, want dan kijk je om of je heen en je ziet een stick. Autoziektepilletjes. Neem een autoziektepilletje. Dat kan dat zou ook kunnen, ja. Want je gewichtsorgaan gaat sowieso helemaal loco natuurlijk. Ja. Dus dat, ja, dat is misschien wel handig. Ja. Leuk. Ace Combat 7, Skyzenone. Ja. Hij ligt al even in de winkel. Ja, en, tenminste voor de consoles wel, voor PC vanaf 1 februari. Vanaf 1 februari. Helemaal leuk. Heb je er zelf ervaring mee? Laat het even weten in de reactie. En wil je er alles over weten, dan komt heel snel geschreven review aan. Of hij is er al, we gaan hij het allemaal zien. Al. Hij is waarschijnlijk al. Ace Combat 7, Skyzenone. Check ook de video dat ik heb gevlogen. Alles in de comments. Je kan ook nog heel even meedoen met de prijsvraag. Wil ik ook nog even zeggen. Die is echt nog een paar dagen. Dus kun je hem dat zelf winnen? Precies, dat ook nog even in de comments. Zover huishoudelijke mededelingen. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En dankjewel voor het kijken. We vliegen er weer vandoor. Wij zijn de jet set van de Nederlandse gamers. Echt ja? Ja, heb ik er nog meer? FF16 ergens anders. FF16, ja.